Wij gaan naar de Rauwe Bommel. En dat is een gebied hier vlakbij de Vleutstraat. Waar zeg maar, cultuur en natuur weer in ere zijn hersteld. Omroep Dommeland Nieuwsflits. De Rauwe Bommel, waar is daar zo bijzonder aan? Ik hoorde dat dat 2 jaar geleden of 3 jaar geleden nog maïsvelden waren. Klopt, de Rauwe Bommel waren maïsvelden. En uiteindelijk is een groot project, Landschap van Allure, is samen met Spil en de gemeente Boksel is ervoor gekozen om toch weer terug te gaan naar de oude waardes van natuur. Rond 1900, 1915. En ook landschappen weer terug te brengen. En hooilanden, en die worden ook weer gehooid op de manier zoals dat vroeger ging. We hebben vanuit Dommelvallei Muziek, Dommelvallei, hebben we de opdracht gekregen samen met de gemeente Boksel en Spil om verhalen over dit gebied op te tekenen. We zijn nu in de Vleutstraat en we staan nu op het perceel De Kooi, waar een uitleg wordt gegeven over de vloeiweide die hier eind 19e eeuw zeg maar, hebben ontstaan. En waar we nu in de vorm van maquetten weer hebben laten zien hoe dat er toen naartoe ging. Daar is veel belangstelling voor. Ja, 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 daar viel ons ook niet tegen, want het is natuurlijk toch het begin van de vakantieperiode. En dan denk je van, ja, wie doet er mee, hè? Maar uiteindelijk mogen wij niet mopperen. Nee, daar zijn we heel blij mee. We zijn hier bij een wandeling van Kerkliemt, maar Kerkliemt organiseert veel meer, neem ik aan. Ja, ja, wij organiseren ook lezingen. In september bijvoorbeeld, hè, na de vakantieperiode, dan geven we weer een lezing over de bodem van Elden. Want in november komt daar een nieuw boek over uit. En ik hoorde net dat er veel niet-Liemdenaren bij zijn hier. Ja. Daar. Ja, we hebben dit opengesteld voor niet-Liemdenaren. Dat doen we overigens ook in alle wandelingen en lezingen die wij organiseren. Het is niet speciaal alleen maar voor leden van Kerkliemt, maar is voor iedereen toegankelijk die wil en die er belangstelling voor heeft. En toen dachten we, ja, dat kun je wel op papier zetten, maar dat is tegenwoordig niet echt meer in. Dus wat we doen, we gaan filmpjes daarvan maken. En uiteindelijk kwam toen ook het idee om die filmpjes op een QR-code te zetten in het gebied, in een wandelgebied, want er werden ook wandelingen over gemaakt. Dan kunnen mensen al wandelend zien wat er eigenlijk allemaal te zien is. En vandaar dat we daar ook weer een grotere film van gemaakt hebben. En die gaan we vanavond in de première gooien in de Liemse Hert. Lieke, we gaan naar een film van jou kijken. Kun je er iets over vertellen? Ja, het is een film over de oral history van de Grote Waterloop. En de Grote Waterloop loopt van landgoed Velderen naar, waar loopt hij naartoe? Het is al zo lang geleden dat ik hem gemaakt heb. Naar de Dommel. Wat is een oral history? Ja, de verhalen rond de Grote Waterloop. Allemaal moderne dingen met, ja, QR-codes. Ja, klopt. Kijk, erfgoed en heemkunde heeft natuurlijk een stoffig imago, maar je moet met je tijd mee. Dus vandaar dat we gedacht hebben, niks op papier, we maken er een filmpje van.